Jeroen Pauw gaat de verkiezingsdebatten op Mpain leiden. Op 8, 9, 10 en 11 maart gaan verschillende lijsttrekkers de mondelinge strijd met elkaar aan. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Tekst gaat verder onder advertentie. Op 8 maart nemen Lilianne Ploemen, PvdA, en Sigrid Kaag, D66, het tegen elkaar op. De daaropvolgende dag zijn dat Wopke Hoekstra, CDA, en Jesse Klaver, GroenLinks, gevolgd door Liliaan Marijnissen, SP, en Gert-Jan Segers, Q. De debatten worden afgesloten met Geert Wilders, PVV, en Mark Rutte, VVD. Er is voor gekozen om voor de politiek leiders van de 8 grootste partijen te gaan. Ieder koppel krijgt 50 minuten de tijd. Dus alle tijd voor scherpte, diepte en ruimte voor de actuele thema's. Zoals zorg, klimaat, economie en wonen, zegt Pauw. Bovendien zijn dit voor 4 van hen de eerste Tweede Kamerverkiezingen, dus ook nog ruimte om ze persoonlijk te leren kennen. Buzzelets blok ADS.